Op de Rijksweg tussen Zwamen en Ruiver is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. De brand is vermoedelijk begonnen in de motor van de vrachtwagen, maar al snel sting de hele cabine in lichterlaaien. De chauffeur kost gelukkig op 10 doodstappen. De vrachtwagen reed vanuit Ruiver in de richting van Zwamen toen het misging. De chauffeur had de vrachtwagen aan de kant van de weg stilgezet en kon zichzelf op 10 in veiligheid brengen. Daarna was het wachten op de brandweer. Meerdere brandweerwagens waren gealarmeerd en kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Daarbij werden onder andere schoemen ingezet. De vrachtwagen is totaal los door de brand. De oorzaak van de brand staat niet vast, maar is hoogstwaarschijnlijk een technisch defect.